2 uur en 1 minuut. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd, want de vorige die deed dan op eco, die zit hier niet op een eco-stand. Jawel, de eco-stand is een katoen met intensief. En dan gaat hij op eco draaien. Oh, oké. Okay. Maar dan doet hij er wel iets van 4 uur over, heb ik gelezen. Nou, mijn vorige wasmachine deed er dan 3 uur en 28 minuten over. Ja. Maar ik kan geen... Dan mooi zo op het donker glas. Jawel, een napje bij. Nou ja. Ik vind het wel ziek, dat vond ik ook. Daar heb ik hem niet op uitgekozen hoor, maar ik vond het wel een extraatje, zou ik maar zeggen. En daar past er precies weer mooi tussen ook. Ja, dat is standaardmaat. Dus jij hebt weer even werk, Jasper. 2 uur en 1 minuut. Ik zou zeggen, amuseer je. Zet u neder. Pak een stoel. Als je wat wilt drinken, er staat nog wel wat in de koelkast, denk ik. Okay. Ik blijf er niet altijd bij staan hoor. Nee, dat kan niet. Dat is voor 1 minuut voorbij. Oh ja, nou zie ik dat je het ziet. Goed zie. Is dat de eerste keer dat je zo'n... Ja, dan ga je wel. Hij is naar rode water laaien. Ja. Wat zit er in een bonte was? Ja. Bonte was. Als je in de dag was, ik ben misschien wel te doen met certificeren. Hij is nou water aan het laaien, dan maak ik het niet zo. Kun je het op je smartphone eens laten zien, omdat hij vaak op je vorige machine bekeken is? Ja, maar dat zal toch niet. Je hebt er toch meerdere op staan? Ik ben toch niet de enige? Nee. Nou ja, je heeft ze er allemaal op staan. Dan kan je precies zien hoeveel mensen er gekeken hebben. Nou, jouw machine kan ik maar zeggen, specifiek. Dit filmpje, wat ik de vorige keer heb gemaakt, van jouw oude wasmachine. Ja. Die heeft nu 19.358 weergaven, 56 likes en 9 dislikes. Oké. Okay. 3 jaar geleden is dat, 3 maart 2017. De tijd vliegt, hè? Ja, dat is ook. Ja, en hij is internationaal. Want met hoeveel landen heb je nou contact tussen? Ik heb nu op YouTube 1980 abonnees. Dus volgers, 1980 volgers. Het is je toch niet, het is bijna niet te geloven dat er mensen zijn die dat willen volgen. Dat gaat Zuid-Amerika en alles doen. Ja, het verste land is. Ja, er is ook iemand in Brazilië. Ik krijg helemaal gespecificeerd van YouTube. Er is iemand in Brazilië en die heeft 102.000 volgers. Zo, mijn god. 102.000. Die kan er van leven misschien. Ja. Ja, dat kan toch als je boven een bepaald... Ja, als je boven de 1000 volgers hebt, dan kan je geld krijgen met YouTube. Dan boven de 1000? Ja, dan komen er reclames in je filmpjes en dan kan je geld verdienen. En hoeveel volgers heb jij nou? Bijna 2000. Oh, dus je krijgt al geld? Nee, nog niet. Want... mijn vader denkt als ik dat doe, dat dan mensen weggaan omdat dan reclames komen in filmpjes. En dat is nu niet. Nu komen er geen reclames. Oh, wij worden die reclamefilmpjes op de tv ook hartstikke beu. Ja. Dat is ook niet meer normaal tegenwoordig. Daarom neem ik gewoon 10 minuten voor een reclame. Ja. Maar ja, daarom neem ik gewoon alles op wat ik wil zien. Echt weg met die reclame. Nou, 4 minuten zijn er al voorbij. Jezus, wat spannend. Ja, net wat je zegt, dat je eens wil luisteren wat hij met centrifugeren ook doet. Ja. Want wat was het nou? 72 decibel stond erbij. Ja, 67. Ja, normaal, maar 72 met... dat is acceptabel. Nee, het was volgens mij 53 decibel en centrifugeren 67. Oh, ik heb nog wel zo'n sticker erbij zitten. Daar staat wat anders op hoor. Oh, en op de website stond 67. Oké. Okay. Ja, 67 heb ik ook ergens geleden. Nou ja, dat is alleen maar beter. Ja. Dus ik denk dat de 72... Nou heb ik ook helemaal geen idee hoeveel dat dan is voor 72. Dat hoor je wel hoor. En ga je nou AG nog een trap nageven op de een of andere? Ja, dat moet ik nog over nadenken.
Ik heb nog niks teruggestuurd in de reactie. Dus misschien dat ik nog kan sturen. Gewoon, ja, dat kan je nog eens leuk zeggen. Dat ik heb geen weg heb gegaan, dat ik nou een wielen heb gekocht. Ja, dat het veel beter is. Oké. Okay. Nou, ik ga. Ja. Ik hoop dat je links alweer, want dat is niet voor jou voor hoop ik. Ja. Je gaat erbij zitten? Nou ja, niet als je dan komt, dan kom je maar wat drinken of zo. Ja, ik kom zo meteen even langs. Oké. Okay. Ja, maar dan mag je ook pakken op mijn matje. Dus, Oh ja, nou, hij mag zelf maar weten. Ik ga naar huis en ik moet naar de wc. Ja. Ik blijf nog heel even bij je. Ja, we gaan naar binnen hoor. Ja. Ik denk eigenlijk dat hij misschien voor de Belgische markt is bedoeld. Ja? Hij staat er van centrifugeren, staat te zwieren. Oh ja, ja, ja. Ja, zwieren, dat is Belgisch, ja. Ja. Ja, misschien is hier pas een beetje in opkomst of zo. Ik denk het, ja. Ja, voor de rest zie je geen woord staan dat je zegt van nou dat zou als Belgisch. Nou, Frans had erbij. Cool. Dat is Frans. Dat kan ze zelf lezen, want Martin, je kent wat Frans. Snel, rapide. Wat is dat? Express 15 minuten. Ja, dat is hier 15 minuten. Nu doet hij in 15 minuten, doet hij wassen, spoelen en het verkeer. Zo een klein wasje rond de 10 minuten of zo. En nou staat hij op 3 keer spoelen. Ja, katoen. Katoen op 60 graden met 14 minuten. Ja. Eigenlijk hoor jij in België te staan met je wasmachine. Hoezo? Omdat de smeren op staat. Ja, dat heb ik gezien. Ja. Ja. Smeren. Nee, je hebt wel gelijk, want... Ja. Dus ik denk dat hij in België meer bekend is dan zien. Want ik had er nog nooit van gehoord. Nee, maar wel iets wat je kan begrijpen zonder dat je Belgisch smeren. Ja. Ja, dat ding kan net zo goed weggegooid worden natuurlijk. Maar... Ja. Goed, nou. Ja, het is wel grappig, maar hij is wel stil hoor. Ja. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of dat ding nou inderdaad veel meer minder energie verbruikt dan bijvoorbeeld een andere wasmachine. Weet jij dat? Moet ik even kijken wat er op internet staat. Ik denk dat het wel minder gebruikt toch? Omdat dit een A met 3 plusjes is. Ja, en 97 per jaar. En dan had hij in feite nog. Ja, maar hoe rekenen ze dat dan uit? Dat is dan maar net hoeveel keer je wast. Dat wordt gebaseerd op 220 wasbeurten per jaar op het eco-programma. 220? Ja. Nou ja, dat red ik natuurlijk mijn lange na niet. Nee, ik ook niet. Want misschien 3 wasjes in de week of zo. Als je net, misschien 2 wasjes en dan een keertje, dan ben je goed. Ja. Zo verschrikkelijk veel hebben wij toch nee, niet? Nee, dat zeker niet. En zeker, ja, dat zomerspul, dat is ook allemaal licht natuurlijk. Ja, je gaat hem niet wassen als je maar een paar stukjes hebt. Ja, maar dat kan nou dus blijkbaar wel. Mm. Ja, normaal kan het ook wel, maar als dat doe je dus niet. Op die, als er maar auto staat op dat ding? Ja, je gaat ook op een snelprogramma zetten. Dan doet hij in een uurtje gaat hij dan wassen en spoelen centrifugeren. Maar als ik een was van 30 graden wil draaien, ja. Dan kan ik hem toch op, wat zei jij nou, mix of zo zetten? Ja, dan kan bijna alle programma's kunnen 30 graden. Ja, maar dat hij gaat wegen. Ja, dat is katoen, dit is een mix, dat gaat wegen. Ja. Dus dan kan je ook zeggen van nou ja, ik heb maar 3 dingetjes, maar ik wil het even meenemen of zo. Op vakantie, ik wil maar wat. Ja. Was het even gauw. Ja. Dan weegt hij het dus blijkbaar zelf. En hoe lang doet hij er dan over? Over een paar stukjes? Ja, dat zal er van afhangen hoe wat het je zelf instelt. Ja, wat nee, weegt. Wat het weegt. En hoeveel water die pakt dan? 3 kwartier denk ik, zoiets. Oh ja. Maar ik heb er nou, omdat deze nou 1 kilo groter is dan die andere die ik had, ja. Heb ik ook veel meer ingedaan. Want ik dacht zelf, is het niet te gek, maar het kan, hij doet het. Je kan... Het gewicht wat hij aangeeft, het is gebaseerd op droog wasgoed. Ja. Dus ik kan 8 kilo droog wasgoed van weer. Ja, maar ja, wanneer is het nou 8 kilo? Dan moet ik hem op de weegschaal gaan zetten. Ja. Vind ik ook weer zoiets. Nou ja,
In ieder geval, hij ziet er keurig uit. Ja, ik vind het zelf een bijzonder mooi exemplaar voor een, voor een wasmachine is het wel. Ja, ik geef niks om de apparatuur natuurlijk. Ik zal niet gauw zeggen dat ze er mooi uitziet. Maar ik vind dat donkere ding vind ik wel leuk. Ja. Nou, ik ga weer. Ja, straks toen ik wegging hoorde ik die kikker bij ons weer in dat, op dat ding. Ik denk, oh, er komt zo meteen regen dan. Dat is wel grappig met die kikker. Het is net of die in een vijvertje springt. Op Hans de telefoon gaat dat, hè. Ploep, hoor je dan. Oh. En dat vergelijk ik met een kikker die in een vijvertje springt. Ik dacht dat jij een kikker had die aankondigde dat het ging regenen. Nee, zover. We hebben wel een pad zitten, maar het is net zo'n klein vogeltje. Ja, die bleef zitten. Ik denk, ik zal hem eens pakken. Dat beestje is niet goed, maar hij sprong bij Jo de tuin in. Oh. Dus, maar, en toen zag ik hem ook niet meer. Zo'n beestje. Ik zag hier laatst een koolmees en die was die week wel eens zo dik als dat hij normaal gesproken is. Ja, dan zijn ze niet lekker. Dat hebben wij toen met een pimpelmees gehad. Daar hebben we ook nog foto's van. Maar hij deed wel eten. Ja, deze dat ze ook. En, maar ja, een dag later lag hij toch dood onder de dingen, hoor. Ja, en deze die bleef een hele tijd op het pimpelgraat zitten. Ja, dat was een beestje. Nee, dan is hij niet. Maar de dag daarna zag ik hem nog een keer. Ja. Maar dan heeft hij niet. Nee, dan zijn ze niet goed. Dus ze zijn zo de pimpels al afgeknepen. Ons bleef er nog zitten, want we hebben er nog heel van dichtbij een foto van kunnen maken. Ja. Omdat hij op dat voerbakje bleef zitten en Jos op de gewoon aan te kijken. Maar dan 1 of 2 dagen later was het goed dat het op de voet erom. En dan zijn ze nu niet geworden. Ja, ik ben blij dat het niet meer zo warm is. Ja. Een hommel. Het is een hommel. Ja, een hommel. Hommel geeft niet. Hommeltjes. Ah, fijn. Ik Het gaat eventjes regenen. Gaat het nou regenen? Ja, eventjes regenen. Oh, regenen? Ja, een beetje. Oh ja. Ja, dat is niet veel wezen. Om hoe laat gaat hij nou centrifugeren? Geen idee. Nee, want ja, dat wil je natuurlijk wel horen en zien. Misschien ook een uurtje of zo. Nee, de auto was weg. Oh, is het? Oh, dan zet hij de auto ergens neer en dan gaat hij daar lopen. Zo. Ik ga even mee. Ik kom gewoon voor je alles op.
gaat denk ik niet eens proberen. Dat zeg ik maar, ja. Je hebt jou gespoeld. Gaat hij nou spoelen? Zien. Nee? Gaat hij nou spoelen, zeg maar? Nee, denk ik wel. Nog 41 minuten. Kwart over 1 is die klaar. Zet de haak dan erop. Ik kan niet kapot waaien. Ik ben duur. Hij is wel warm geworden. Ja, ja, dat gaat dat materiaal wel tegen natuurlijk. Ja. Dat is er natuurlijk op gemaakt. Dan gaat hij spoelen. Hij gaat eerst centrifugeren en dan gaat hij spoelen. Oh, omdat ik nou water hoor lopen? Dat is afpompen. Oh, dat is... Oh. We horen die pomp draaien. Oh, ja. Het zijn zo van die brede sturen, hè, al die fietsen. Hè. Die nemen veel meer plek in dan als die oude fietsjes van ons. Zeg maar. Die sturen die zijn ook niet zo breed. Wat staat hij nou eigenlijk te doen? Te balanceren. Het gewas gelijkmatig verdelen. Oh, hij gaat de was verdelen nou. Ja.
Gaat die nou nog steeds leeg lopen, ja. Zeg maar. Nog steeds. Dan ben ik ook eens benieuwd hoe droog of die eruit komt. Tenminste droog of die met een centrifugeren. Want er kan ook wel eens verschil in zitten. Hè? Van ja. De ene is wat... Ja. Deze is ook 1400. Dus, 1400. Even bij jou is die 1400. Ja, nee, ja. Ja, bij mij staat hij altijd op hetzelfde. Ja. 1400, drie keer spoelen en 40 graden. Ja. Dat is wel even door, kijk. Ja. Dat is de regen. Het is nu een klein plekje. En dan straks om... Zwaar. Om 2:50. Pas nou, dan gaat het door. Ja. Zeker. Het is wel lekker, we hoeven niks geen water te regen, het is alleen maar een paar potten. Ja. Die gaan we dan net ergens onder en dan met die wind dan, en gisteren met die zon ook. Ik heb het op de dag ook al water moeten geven en na de hand toen, toen begon het ineens te hozen. Ja? Ja, nou, dan hebben ze dubbel. Doet hij eigenlijk wel lang over. Ja, vind ik ook. Over dat, ja, wat doet hij nou? Zoeken? Of ja, balanceren. Balanceren. Hoeveel minuten stond hij nou eigenlijk toen hij dat ging doen? 40. 40. Dat heb ik nu al 10 te lang op 39. Zo rommelig. Ja, dat ga ik wel doen. Want je klokkie, ja, je klokkie draait dan ook niet door. Nee, maar nu doet hij denk ik wel. Ja, nou gaat ja hij. Nu gaat hij. Ja. Ja, dat doet hij wel vrij lang over, toch wel een minuut of 3-4. Ja. Ja, gooit het water weg, zo gezegd. Ja.
stil. Ja, hij is... hij maakt niet veel lawaai in ieder geval, dat is waar. Als je die van ons hoort, dan gaan we wel iets harder. Ja. Maar ik vond het zo vreemd dat de koek hier zo lang stil bleef staan. Waarschijnlijk omdat hij hem niet in brand kreeg. Dat hij daar langer moest zoeken voordat hij in balans was ofzo. Ja. Want ik denk dat het toch een minuut of drie wel geduurd heeft. Ja. Voordat hij weer in balans zat. De eerste keer dat hij gespoeld heb. Ja, hij gaat niet spoelen. Nee? Hij gaat niet spoelen. Ja, hij gaat niet spoelen. Spoelt hij voor de tweede keer? De eerste keer. Of de eerste keer? Doet hij er toch nog iets van? We hebben al zo'n half uur over met dat spoelen. Ja. Je hoort nu dat de pomp hoor. Als je je handen gaat afpompen, dan pakt hij water. Voor je gevoel die minuten zo lang duren. Hè? Ja. Dat zal dan toch wel niet, maar het is voor je gevoel dat je staat te wachten, denk ik. Spoelen zetten. Ja. Natuurlijk zelf. We hebben nog speed up. Dus deze heb ik geïnhoud. Dan draait hij een korter programma. Mm. Dus dat was zelf was optie.
die puntjes, dat, dat blijft altijd knipperen. Ja. Tot het eind. Dan geeft hij ook een muziekje af? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Voor de vrij straks, wat hij doet. Na 60 seconden geteld. En dan blijft nog 30 staan. Ja.
Net op tijd. End staat erop. Net op tijd. Maakt hij muziekie? Nee. En het leuke ervan is dat als bij mijn vorige wasmachine, als ik nog 2 minuten had, bijvoorbeeld, ja. Nou dan duurde dat er gewoon 7 of 8. Dan gaf hij daar 2 minuten aan. Ja. Dat doet deze niet. En hij doet ook geen muziekie als hij klaar is. Nee. Nou, nee. Of ik moet net te laat zijn geweest, dat kan ook. Mm. Maar ik denk, volgens mij niet. Nee, er zit nog sop in, zie je dat? Ja. Ja, dat moet zeker drukken. Dat is ook raar, want ik